Hij was met zijn rechtervoorvoet in de keelriem van zijn halster terechtgekomen. Vraag ons niet hoe. Hard gegroeid. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. En Eva Roemaat geeft een clinic bij het Keelven in Zomeren. Daar gaan we even naartoe. En Iris van Meijel staat er ook met haar PS of Zweden. Met korting. Dus daar gaan we even alleen kijken. Met de ogen. Ja. Niet met de portemonnee. En daarna... Bo was zo, want we hebben mogen wedstrijden. Ja. De finale. Goed zo. Dus als hij een beetje aan het experimenteren is, ik laat hem gewoon zijn gang gaan. Want het is gewoon mijn vriendje en hij wil gewoon een beetje goed kennen. Oké, Silas. Zullen we met de SP nog een keer gaan liggen? Dat is denk ik een beetje een beantwoord. Kom maar, naast mijn been op. Silas. Kom op. Dus even stappen. Stappen. Wachten.
we opnieuw naar buiten gaan. Maar dat doen we. Oh, wat ben jij mooi, joh. Maar ik heb het zo goed. Zo. Super, baby. En je ziet, bij Flips energie is heel anders dan Silas. Silas die komt helemaal op dit allemaal. En hij is best wel groot, dus voor mij is het ook best wel... Oh, ja. Veel energie, maar Flip is gewoon heel chill. Hij doet alles wat je vraagt, is al niet wegrennen, is heel trouw. En Silas is gewoon aflinkend. Die zijn gewoon zo. Oké, Flip. Raven? Dan wil ik, als ik een energieke oefening van hem ga vragen, bijvoorbeeld het stijgen of het bokken, ga ik niet vragen van deze energie. Dus als ik dit wat meer van mijn paard wil zien, dan geef ik hem eerst even wat meer power van mijzelf. Ja, dus op de grond, heel erg op de grond zingen van bokken, Oh,
bij met het proberen te houden. Volg je garantie. Dat staat en ik dan. Paarden brengen. Daar staan ze. Ik zal straks even laten zien wat dit is onze brokkenpiloot, wat hij heeft gedaan. En ook aan dat been. Ik zal straks even een updateje over geven. Maar tot die tijd mogen ze nog even buiten spelen. Bootje heeft vrij vandaag. Morgen een wedstrijd. De finale van de NAPS-competitie. Dus die gaat straks weer een bad. De spulletjes gaan nog gewassen worden. Wij gaan nu de stallen uitmesten. Ja. Veem gaat even baby. Wat ga je er ook weer mee doen? Ik ga hem spazieren. Oké. Okay. Nou, ze heeft haar even uit de wei gevist. Vandaag heeft Houdini haar kleding wel aangelaten. Al winterjas. Meestal vindt ze het niet echt nodig. Ondertussen ben ik even de kast op aan het ruimen. Dit is de actuele status van alle rommel. Halstertouwen zijn wel al georganiseerd. Wedstrijden staan op het bord hier. Kapjes zijn wel netjes hierboven even opgeruimd. En dan de boosterschap ook. Dat is ook allemaal rommeltjes. Nu ga ik hiermee verder. Dit moet ik nog doen. Dat moet ik nog doen. En dan ga ik de grond weer herinrichten. En de hoofdcellen en zo terughangen. Want dat ligt allemaal hier. Ik heb al geveegd. Deze rommeltjes kwamen er allemaal uit. Hey! Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga straks laten zien hoe ik het opgeruimd heb. Tadaa! Nou, het resultaat. Wat denk je eten gaan dan? De hoofdstel hebben we tegenwoordig allemaal in de hoofdsteltas zitten. Echt ideaal. Zo, ik heb dit ook even opgeruimd. Die kap ga ik even in een badje doen. Bebe is ook weer klaar. En dan hebben we opgeruimd. Lekker gewerkt. Deze ponyman komt niet. Kom! We gaan wassen vanmorgen. Ga je mee? Nope.
Nou, hij is inmiddels op de wasplaats gekomen. Jullie hadden gezien uit wat voor blubberzooi dat ik hem heb gehaald. Alles wat ik nodig heb, een waslazen, trekding en shampoo. Zeel shampoo en groene zeep en die fijne handschoen met die nopjes. We hebben even goed warm water op stal, dus ik was hem met warm water. Maar ik heb hem deze winter dus nog steeds niet hoeven scheren. En hij heeft echt een super mooie kleur. Dus ik wil dat zo lang mogelijk zo houden. En ik wil natuurlijk niet die kou leidt. Dus ik ga eerst deze benen wassen. Dan klap ik dit bilstuk zeg maar een beetje tot hier zo. En dan was ik die staart. En dan als laatste haal ik pas de deken eraf. En dan doe ik ze vlechten. Ze manen wassen. Enzovoort. Dus dat is hoe ik het ga doen. Ja, time to clean up. Ik heb er niet zoveel zin in. Heeft hij nooit. Hij is schoon en meteen een pissie aan het doen in zijn schone bed. Ja, nasty kind. Beetje hooi aan het eten. Straks moet ik even de spullen poetsen. We hebben de avondronde en alles al klaar staan hier. Dus ja, wij zijn ready. Bobbel. Hij is inmiddels droog. Nog steeds clean, clean, clean. Very clean. Ik ga jullie even zijn manen... Hallo. Ik ga jullie even zijn manen laten zien. Kijk. Hard gegroeid. Beentjes schoon. Geem gaat even hier 3 vlechten in maken. In dit wat niet zo heel veel is. En dan zien jullie morgen hoeveel het dan is. Want als het uit de vlecht komt met dingen, dat is echt even een tip voor de valspelers onder ons. Ja. Als je wil dat je staart van je paard voller lijkt, dan moet je er 3, 4, 6, 8 vlechten in doen, wat je wil. Dan uitpluizen. En dan helemaal uitpluizen. Ja. Dit zijn Bo's een boxerbreed voor de nacht. Het zijn 3 vlechten en die dan weer gevlochten tot 1 vlecht. Een mooie creatie. Maar dan krijgt hij echt de dikste, beste krullen van. Oh, wij zijn een Emporio. Oh, hij heeft een Emporio kapsel en Jamie heeft er een goed van. Waarom ik dit zo gedaan heb? Ja. Omdat anders dit al helemaal gekruld is. En ik vind die hengstvlecht mooi als dat haar aan de onderkant zo wat fluffy blijft. Oké, hij krijgt zijn mooie nieuwe hengstvlecht. En hij heeft zijn dikje op en gaat nu naar bedje toe. Ja. Lekker slapen. Afgelopen woensdag heeft Xanti een ongelukje in de wei gehad. Hij was met zijn rechtervoorvoet in de keelriem van zijn halster terechtgekomen. Vraag ons niet hoe. Maar hij stond dus zo en met zijn hoofd aan de grond. En toen ze hem wilde pakken, ging meneer even rondrennen op 3 benen. Vindt hij leuk of zo? Hij wou niet geholpen worden. Hij kan het leven helemaal alleen aan. Hij heeft niemand nodig. Hij was helemaal in paniek geraakt. Dus ja, toen hebben ze hem uiteindelijk losgekregen en mee naar stal genomen. Maar toen leek het mee te vallen. En 's avonds kwam ik op stal, die helemaal een ei op zijn bovenbeen. En zijn knie was ook... Doei doei, zelden! En toen had hij dus een dikke knie gekregen en het was wat warm. Dus we zijn het, hebben het even 3 keer per dag hebben we het even gekoeld. Een half uur. En nu gaat het echt al een stuk beter. Het ijs verdwenen. Het voelt af en toe wel nog wat warm achter zijn knie. Dus hij heeft even volledig vrij. En die wond op zijn hoofd. Kom eens hier. Daar kun je het zien, ja. We hebben er zelf op gedaan. Ja, dan zullen we dat zo meteen even laten zien. Ik dacht heel eventjes dat het het einde van het bestaan van Xanti was. Ja, ik was even dat het einde van zijn been was, ja. Ja. Want het was, zag er niet heel goed uit. Maar nu is het gelukkig weer aan de beterende hand. Ik heb er verder ook eventjes toen geen dierenarts bij gehaald, omdat het leek alsof het echt alleen maar... zwelling was. Ja. En dus ik heb het heel goed gekoeld. En ik heb 8 uur klei erop gehad, 8 uur niet. 8 uur groene leemklijm erop, 8 uur niet. Die klei maken we altijd zelf aan met zo'n poedertje aan ijskoud water. Ja. En dan pak ik heel dat been in. Dus ik had echt zijn been, zijn bovenbeen en helemaal tot onderaan bij zijn kroonrand had ik helemaal ingepakt. En dan achteraan zijn knieën dikse, want daar lijkt hij een wond te hebben gehad. En ik was even bang dat dat naar binnen zou slaan en dat hij dan een grote ontsteking zou krijgen in zijn been. Maar dat ziet er niet uit, in ieder geval. Nee, dus het ziet er heel goed uit. Morgen ga ik hem even aan de lunch pakken om te kijken hoe die dan is. En ik ben heel benieuwd, maar het ziet er goed uit. Het halster was dus over zijn hoofd gegaan, daar. En toen hong hij er dus vast in, dus hij heeft daar een wondje. En hier bij zijn oor, maar het gaat echt wel een stuk beter. Hij is in een paar dagen best wel kopschuw geweest daarna. En hier is hier dit been in zet. En hier aan de achterkant heeft hij een wondje. Niet de camera opeten. Santi! En dat gaat nu ook een stuk beter. Want het is echt al gewoon. Het was echt 2 keer zo dik.
Dus, stoute baby, nu moet hij steeds de hals eraf in de wijn, dat je er niet mee om kunt gaan, hè? Nee. Hij heeft trouwens ook weer een halster verpest. Bo heeft in die vijf jaar dat hij hier is. Geen enkel halster gesloten. En hij is een jaar hier. Zijn nummer 5. Ja. Gewoon zijn eerste hals was in het dagstuk. Thanks, maat. Maar goed. We hebben de avondkrom gegeven. Ja. Zal ik even omdraaien? En de paarden gaan nu slapen en wij ook. Ja, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Het was trouwens de eerste keer dat Eva Shilas weer mee had genomen op show. Ja. Dus dat vonden we wel echt heel erg leuk om te zien. Ja. Ook hoe dat die samen dan zijn. En ik ben super blij met mijn nieuwe setje. Morgen in de video van volgende week. Ja. Ja, blijf kijken. Bedankt voor het kijken. Laat rusten. Mwah.